Thank you.
dames en heren, het is een rode shirt van Jolien Door. Oh man, wat een... dames, wat een schil dat ze maakt hier, denk ik. Jawel, jawel. Jolien Door gaat het hier halen. Jawel. Prachtige overwinning. Na Belzele is het opnieuw hier. Lindsay Debout, die wordt derde, maar voor haar is het Sophie de Vuist. En dan daarachter de aankomst van de Zweedse. Hier met z'n allen naar de finish en we spurten voor plaatsen 6 en volgende finish van de wedstrijd. Arrivé. En het is Lisbeth de Vocht die net wordt geklopt hier op de lijn door het nummertje 40, dacht ik, van Fiona Dutrio, de Française Fiona Dutrio. Lisbeth de Vocht nog knap zevende, maar die moet in de wedstrijd. Ze straalt de warmte en ze straalt het ook uit van Jolet dat ze hier binnen deze juridische editie ongetwijfeld mooi oogt en mooi straalt. Ik zei het al, wat een schitterende vierdaagse. Le Bizet, 2, Belzele, winnen, 3, gisteren en vandaag hier opnieuw winst. Die conditie, wat is daarmee? Ik had er eigenlijk niet veel van verwacht, want het is mijn tweede koersweekend pas. Ik heb 2 weken rust. Dus ik heb vooral veel door koersen om mijn conditie terug wat op te bouwen. Maar blijkbaar is die al redelijk goed. En vandaag voelde ik mij toch iets minder in het begin van de koers. En ik had gerekend op mijn ploegmaten. Maar Lisbeth de Vocht was lang gevallen en ik sprong al 1 keer mee en het was direct een goede ontsnapping. Blijkbaar een probleempje met de kettingen, inderdaad, dan gebeurt het. Hè? Want dan wordt dat verschil gemaakt, vrij korte tijd. Boeken jullie praktisch een minuut voorsprong op 1 ronde. Dat moet van voor goed gedraaid hebben. Ja, we kwamen van voor, dat doet allemaal goed overeen. Van elke ploeg was er ook 1 iemand mee en dat scheelt ook. En het tempo zat er direct goed in en de keer dat we een gat hadden, dat was het eigenlijk vrij makkelijk. Ja. En dan gaan we focussen, hè, want vandaag hier een mooie prestatie, heel dat weekend, 4 dagen op rij, prachtige prestatie geleverd. Dan gaan we focussen, want eind deze maand zitten we in Wilsbeek met Belgisch kampioenschap. Jolien, wat verwachten we van jou? Ik hoop gewoon met de ploeg heel goed te rijden en wie dat er dan kampioen wordt van de ploeg maakt niet uit, als het maar in de ploeg blijft. Degene die de beste conditie, de beste benen heeft op dat moment, die mag het inderdaad gaan afmaken. Maar als het maar in de ploeg blijft, dat is mooi. Dat is ook mooi gesproken voor de collega's. Geef ze nog een warm applaus. De winnares van vandaag, Jolien Doren.